Bibi. Hi. Hoe is het? Goed. Ja, wat was het mooie met het dansen? Ja. En die mensen stonden echt met z'n tweeën zo in de spotlight. In het volle licht. En dat vind jij ook leuk. Want wat vind jij leuk? Om als fotomodel allemaal te verkleden en zo. Om als fotomodel je te verkleden en zo. En je houdt er dus van steeds verschillende kleren aan te trekken. En ook zo te poseren. Ja. En dat er aan je getut wordt. Hoe oud ben je nu? 9. En wanneer is dat begonnen? Toen je dacht, ik wil fotomodel worden? Toen ik 2 was of zo. Toen je 2 was? Dat is heel... En een fotomodel, die verdient heel veel, hè? Dat weet je. Maar het is wel een heel druk leven. Mm-hmm. Nou, bestaat er ook een fotomodellenschool? Ja. Ja? Dan moet je dan op een bepaald moment naartoe, hè? Ja. Ja. Nou, wat is nou je wens? Een dagje met jou samen fotomodel te zijn. Ik een foto? Ja, van jou kan ik het voorstellen, want jij bent heel erg mooi. Maar heb ik niet een te lelijke kop voor een fotomodel? Beetje, maar ja. Kijk zo huilen. Hey, maar er bestaan ook mannelijke modellen? Ja. Ja? Nou, kom op, daar gaan we. Ik vind het leuk. We gaan als fotomodel... We gaan naar een fotograaf toe, goed? En dat doen we alsof we de modellen zijn. Ja. Ja? Hoe kleden we ons dan? Hoe zien modellen er normaal uit? Spijkerpakken. Spijkerpakken, oké. Okay. Wij trekken aan 2 spijkerpakken. Laten we het doek maar zakken! Ja. Weet je, ik voel me helemaal een beetje een model. Ik ook. Ja, je bent helemaal... Hoe doet een model? Laat eens wat zien. Zo, ja. Dit, ja. Oh, ik heb het helemaal. Ik kan alleen een beetje mijn heupen. Nou, kom op, we gaan. We staan op de rand van het avontuur. Van het grote fotoavontuur en we springen naar... Fotostudio van Govert de Roos. Ja, de fotostudio van Govert de Roos. 1, 2, 3. Hop! Kijk, zie je Eddie Murphy? Ja! Zat hij hier bezig? Ik denk het wel. Even kloppen. Wie zijn jullie? Wij zijn de modellen! Wat? Wij zijn de modellen! Wacht even. Sorry hoor, maar de muziek was zwart. Wie zijn jullie? Wij zijn de modellen. Fijn, kom binnen, kom binnen. Wel aan. Jongens, fijn dat jullie er zijn, zeg. Wat een mooi kopje is dit, zeg. Nou, moet je horen. Het is voor de herfst- en de wintercollectie. En we kunnen nu meteen beginnen. Wacht eens even. Waarom? Ik wil eerst weten wat ik verdien. Nou, oké, hoeveel wil je verdienen? 200 gulden per uur. 200 gulden per uur? Ja. Nou ja, goed, als het niet anders kan, dan zal het wel moeten. Ja. En dat wil ik ook verdienen. Weet je wat? Jij krijgt een tientje. Ga je mee? Hey. Jongens, dit is Marie-Louise, die doet jullie kleding vandaag. Hallo. En dit is Peppy, die maakt jullie zo mooi vandaag. En dit is ons derde model, want we werken vandaag met 3 modellen. Jij bent in de buurt. Laat je broek maar zakken. Waarom moet ik mijn broek laten zakken? Nou, voor de nieuwe herfstcollectie. Oh. Oké, jongens, komt ie aan. 1, 2. 1, 2, kijk eens ietsje naar beneden. 1, 2. Mooi zo. Klef, ja, ietsje omhoog kijken naar Peter-Jan. Ja, mooi. 1, 2. Prachtig. Peter-Jan, ietsje gezicht omhoog. Heel goed. Komt hij alweer verder. 1, 2. Heel goed. En nu is een klein beetje die kant op. Heel goed. 1, 2. En hier langs even hier wegkijken. 1, 2. Heel goed. Oké, jongens. Deze zit staat erop.
Goed zo, 1, 2. 2 mag ik wel. 1, 2. Heel mooi. 1, 2. 1, 2. Prachtig. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Wacht even hoor. Peter Jan en de hond moeten even iets naartoe, hoor. Dat was de laatste. Claire, dit is fantastisch. Beter krijgen we het niet. Oké, heel goed. Kerstman, Claire Bijou en de hond in de sneeuw. Heel mooi. 1, 2. 1, 2. Claire, een klein beetje glimlachen, want het is warm, het is heel mooi. Het ziet er prachtig uit, schitterend. Oké, en dan nu de 3 mooiste modellen van de wereld. Komt ie weer. 1, 2. Heel mooi. Wat een stijl. Schitterend. Kunnen jullie even proosten? Heel mooi. Nou ja, jongens, dat was het. We zijn klaar. Fantastisch. Het is dan 200 gulden per uur voor jou en een tientje per uur voor jou. Nee, maar wacht, voordat je het gaat uitrekenen, hè. Claire Bijou heeft namelijk een idee. Oh ja? Vraag het even van die kleren. Wij hoeven geen geld als wij in deze kleren naar de studio mogen. Nou, dat lijkt me geen enkel probleem. Daar ben ik heel blij mee. Oké, dank u wel. Tot ziens. Zeker. Dag. Dag. Wat is het voor die tijd. Kijk, ze blijven fluiten. Hoor je dat? Claire Bijou, je bent prachtig. We hebben zo'n mooie fotoserie gemaakt. En hier komt mijn assistente. Daar komt ze, Linda! Linda! Linda, ja, ga in gang. Dit is de laatste gast. Alsjeblieft. Je stond heel mooi op de foto. Dankjewel, Claire Bijou van Bal, het foto.